allemaal. Hebben jullie een beetje een lekker paasweekend gehad? Lekker eitjes gegeten? Ik wel. Voor vandaag heb ik weer een leuk spel bedacht voor jullie. Ik heb een spel bedacht waardoor jij thuis kan bowlen. En wist je dat de grootste bowlingbaan ter wereld, die heeft al 141 bowlingbanen. Dat zijn er echt heel veel. Weet je waar die ligt? In Japan. Dus dat is helemaal aan de andere kant van de wereld. Maar vandaag ga ik jullie laten zien hoe je thuis kan bowlen. Het enige wat je hiervoor nodig hebt is een bal, een riem of een touwtje en een fles of andere flessen die je als kegels kan gebruiken. Oké, wat je doet met je riem, die leg je neer en dat is een lijntje waar je niet overheen mag komen. In de bowlingbaan heb je ook zo'n lijntje waar je nooit overheen mag komen, dus die heb je hier ook. Wat je met de flessen doet, daar maak je je kegels van. Dus dat zijn al je kegels die je probeert om te gooien. Oké, wat je doet, je hebt je bal en dat is je bowlingbal. En we mogen natuurlijk niet over de lijn. Ik ga proberen, ik heb een aanloopstop bij de lijn. Yes, strijk. En je gaat proberen alle flessen binnen 2 worpen om te gooien. Mij is het gelukt binnen 1 worp. Zoals je kon zien is het mij in 1 worp gelukt alle flessen om te gooien. En ik denk dat ik misschien wel een andere manier weet waarop ik de flessen om zou kunnen gooien. Je kunt achter de voren gooien. Misschien wel vanaf op drukpositie. En misschien kan je zelf nog wel een super leuke manier bedenken waarop jij kan bowlen. Succes!